De Stichting Onderwijs der EBGS heeft vanmorgen awards uitgereikt voor de beste GLO-leerling en beste VOJ-leerling voor het schooljaar 2018-2019. Volgens Mildred Damon, directeur van de stichting, zijn twee woorden belangrijk bij het uitreiken van deze awards. Het gaat om bemoedigen en aanmoedigen. Het belangrijkste deel van beide woorden is moed, zegt de directeur. Maar bij bemoedigen spreek je iemand moed in. En bij aanmoedigen, dan wil je de moed die er al is, wil je versterken. En daar gaat het ons met name om. Het is in het leven niet makkelijk. Ook als je jong bent. Soms lijkt het, het gaat vanzelf, mama en papa zorgen voor dat er eten is en er is dit en mijn kleding is er. En dan kom je op school en dan merk je dat niet alles even makkelijk is. Je bent sterk in rekenen, maar misschien minder sterk in taal of je vindt geschiedenis zo saai. Maar als Stichting Onderwijs der EBGS weten we dat we niet alleen de kennis erin moeten stoppen, maar we moeten u als leerlingen, als leerkrachten, moeten we op gezette tijden bemoedigen en aanmoedigen. Er zijn 7 jongens en 8 meisjes van de GLO-school genomineerd en op VOJ-niveau zijn er 5 jongens en 4 meisjes genomineerd. De beste GLO- en VOJ-leerling bij de jongens is geworden Shane Bleier van de W. Ritveld School en Dave Finissi van de Schutz School. Bij de meisjes op GLO-niveau en VOJ-niveau zijn dat Elisa Martoui-Kromo van de Renkewiet School en Salome Richards van de W. Ritveld School. We brengen u fragmenten van de uitreiking. Beste leerling van de jongens of uit de jongens is geworden Shane Bleier. Shane Bleier van de Ritveld School. School, onze beste leerling van de GLO. De meisjes is geworden Elisa Martoui-Kromo van de Renkewiet School. Ja, het gaat je goed. Vader, gefeliciteerd. Dat was het moment dat de beste GLO- en VOJ-leerlingen zijn bekendgemaakt. De leerlingen zitten allemaal op een EBG-school. En de uitreiking vond gisteren plaats in de Grote Stadskerk aan de Steenbakkerijstraat.